Haal nog maar wat extra kerstverlichting in huis. De komende dagen zijn het echt de donkere dagen voor kerst. De temperatuur gaat overigens wel wat omhoog. Nou, vandaag klaarde het in het westen van het land in de loop van de dag steeds meer op. Die opklaringen zijn ervoor verantwoordelijk dat het vanavond, deze donderdagavond, echter snel gaat afkoelen. De nacht naar vrijdag verloopt koud met lichte vorst in het binnenland. Maar daarna krijgen we ander weer. Veelal bewolkt weer. Op de weerkaarten zien we dat er ten westen van ons een bewolkt gebied ligt met regen. In onze omgeving voor deze avond nog brede opklaringen, maar vannacht neemt al de bewolking toe. En morgen dan komt die regenstoring op bezoek. Vanuit het zuidwesten trekt regen het land in. Groningen wordt waarschijnlijk pas in de avond bereikt. Maar dat regengebied, het lage drukgebied ervan, dat blijft dit weekend een beetje in onze omgeving hangen. En zorgt dus voor veel bewolking en soms ook nog wel wat regen. Vanavond en ook vannacht is het in ieder geval droog. En vanavond tijdens opklaringen daalt landinwaarts al heel snel de temperatuur tot onder het vriespunt. En vannacht hebben we dan her en der 2, misschien wel 3 graden vorst. Maar vanuit het zuiden neemt dus de bewolking toe. En met het toenemen van de bewolking zal ook de temperatuur alweer voorzichtig wat gaan oplopen. Morgen in de vroege ochtend, vooral in het noordoosten en oosten, nog even een paar opklaringen. Maar verder is het veelal bewolkt en die bewolking wordt dikker. Gaat regen loslaten als eerste in het zuiden en zuidwesten. Dat breidt zich dan langzaam naar het noordoosten uit. In Groningen kan het misschien wel tot tegen de avond duren voordat daar de eerste regendruppels vallen. Overal steekt een zuidoostenwind op, een windkracht 4. En met temperaturen van slechts een graad of 4 in de loop van de middag zal het dan ook waterkoud zijn. Nou, die temperaturen gaan dit weekend omhoog. Zaterdag 6, 7 graden, maar wel met veel bewolking. En als er regen valt zaterdag, is dat vooral in het zuiden van het land. Ook zondag kan het nog her en der een beetje spetteren. De droogperiode overheersen, maar de zon laat zich niet zien. Na het weekend is er misschien weer eens een keer wat ruimte voor de zon. Maar het blijft wisselvallig met toch ook af en toe wat regen. Maar kijk eens naar de temperaturen. Maandag wordt het in de middag zo'n 10 graden. Fijn weekend alvast.